In my dream, and I just want it wat dan mensen? Super jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mijn kanaal Games En in deze video doe ik het een keer op een andere manier dan wat ik normaal doe. Um, ik was gewoon een potjes uh, solos aan het doen voor mezelf en op een of andere manier, ik landde op een gebouwtje en daar lag gelijk de nieuwe LMG natuurlijk, die in de game zit natuurlijk. Holy shit, ik uh, was best wel geschrokken, ik dacht van wat de hel, Dit is de eerste keer dat ik het wapen zie, dus ik dacht van gelijk, oh shit, eh, dat is een chill aan PC, eh, PC game natuurlijk ook. Je kan gewoon gelijk op een knopje drukken en je neemt gelijk je gameplay op. Dus dat is super dope, dus hier zien jullie een achteraf gameplay, ja het is gewoon mijn gameplay die ik net heb gehaald. Op um, de back. Ik schiet hier. Ik heb hier best wel wat kills mee. Met het wapen gehaald. Helaas heb ik het potje niet gewonnen. Dus we zullen me niet helemaal tot het eind kijken. Maar uh, wees niet getreurd. Want ik wou het gewoon even hebben over dit wapen. Natuurlijk. Dit is dus het nieuwe wapen wat in de game zit. En eerst was ik, zeg maar, een beetje uh, disappointed. Dat ze weer een nieuw wapen in de game brachten, eigenlijk. Maar nu ik er, zeg maar, een potje mee heb gespeeld. Ik zeg je eerlijk. Dit wapen is niet eens zo erg dat ze die erin hebben. Want je hebt er bijvoorbeeld uh, die homing missile launcher ding, weet je wel, die ze er ook weer uit hebben gehaald. Nou, dat was gewoon een wapen wat gewoon echt scheid was om tegen te krijgen. Um, ik zeg, we gaan gewoon gelijk over het wapen beginnen. Laten we gewoon daar gelijk over beginnen. Nou, je ziet hier dat ik gewoon in Tilda Towers ben geland. Ik heb hier die uh, LMG in, uh, in mijn handen. En zo, zoals je ziet, het wapen ziet er wel echt weer ziek uit. Natuurlijk, het lijkt een beetje op zo'n uh, M60 type van bijvoorbeeld uh, een Warfare 3 of zo. Weet je wel, Call of Duty members onder ons. Weet je wel welk wapen ik bedoel? Um, hij heeft natuurlijk zo'n mooi stangetje aan de onderkant. Zeg maar. Uh, aan, de onder. <laughs> aan de onderkant. Aan de Dat je hem zeg maar, gewoon kan neerzetten. En ja, het beweegt ook. Dus er zit een soort van animatie op het wapen. En dat vind ik wel super dope. Dat geeft toch weer een soort van. Ja, klein, klein toefje van het wapen. Gewoon. Dat het gewoon. Ja, het is gewoon een ziek wapen. Het ziet gewoon vet uit. Dus dat is zeker het pluspunt van het wapen. Maar natuurlijk. Hoe speelt en schiet het wapen? Hoe klinkt het wapen? Nou, je zult uh, het geluid en een beetje het schieten wel gewoon zien in de gameplay. Dus uh, ja, ik vertel er gewoon wel een beetje over. Um, er zit een flinke recoil op dit wapen. En als dat er niet op zou zitten, was het wapen te fucking sterk geweest. Zoals je hier ziet, kijk hier. Hop, 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 hop. Ik heb gewoon mijn knopje ingedrukt. En ik spray dus vol. En zoals je ziet, hij is best wel sterk. Naarmate je langer schiet. Dus langer je knop inhoudt met schieten. Krijg je meer regal. Op zich best logisch. Dat heb je bijna bij heel veel wapens. Maar um, dit wapen schiet ongeveer. Wat is het? 24 damage gewoon op body. En dan een headshot is 50 damage. Dus het is niet zo. Uh, het is bijna net zo sterk als een AR. Trouwens, er gaan ook AR-kogels in. Dus geen, uh, niet zoals de minigun uh, van die light kogels, Maar echt. Uh, ...ER-kogels. En ja, dat is natuurlijk wel even handig om te weten. Van, yo... Moet je dan een AR of SCAR weglaten? Voor dit wapen? Is het het waard, zou ik zeggen? Nou, jongens, ik heb op zich niet zo heel veel meer te zeggen in deze video. Want ja, het is gaan natuurlijk. Ik wil gewoon even dit wapen centraal zetten. Want ik vond het wel even. Ja, ik wou het gewoon even aankondigen. Ik was niet helemaal lekker vandaag. Dus ik kan niet een extreem uh, geconcentreerde video doen. Dus ik doe het maar even op deze manier. Ik wil nog wel één ding zeggen, jongens. Dat ik zondag 22 april. In de jaarbestaan natuurlijk in Utrecht, want daar is de Dutch YouTube Gathering op dat moment. Um, ik ga natuurlijk met mijn squad daar afspreken, dus die kun je ook gewoon zien. En ja, ik, ik ben benieuwd. Ik wil gewoon even aangeven dat ik er natuurlijk ben. Voor de mensen die het dus uh, ja, misschien dan niet wisten. Je kan dus mij en mijn groepje daar ontmoeten. Dus uh, kom gewoon naar ons toe van. Yo, hey, WhatsApp up? Uh, Gesprekje, fotootje. Weet van wat je wil. En dat zou ik super doof vinden. Als we gewoon een lekker leuk veel gesprekjes kunnen aangaan. Want dat vind ik altijd wel geinig. Natuurlijk een beetje mijn kijkers in het echt ontmoeten. Dat vind ik altijd. Ik vind het eigenlijk, ik zeg gewoon eerlijk, ik ga er niet omheen draaien. Ik vind het eigenlijk best wel spannend ook. Want ja, het is mijn eerste keer dit YouTube gathering. Ja, het is gewoon. Ja, Ik, ik ben ook gewoon hyped ervoor. Het wordt wel gewoon een leuke dag. Dus ik heb er zeker zin in. Dus um, zondag om 12 uur spreken we daar zeg maar af. En nou, dan moet je nog in de rij wachten. Dus geen idee hoe, ik daar, hoe laat ik daar zal zijn. Maar ik denk dat ik uh, gewoon in. Ik ben daar best wel lang aanwezig. Gewoon in de middag dus. En ja, dan weet je dat. We lopen daar gewoon rond. Ik zal uh, desnoods op Insta of Twitter of weet ik veel waar. Op YouTube kan ik zelf een post gooien van: Yo, wij zijn nu hier aanwezig, Yo... Kom langs als je wil en dan zie je het wel of je komt. Dus ja, hou me zeker mijn social media in de gaten. Linkjes zal natuurlijk in de beschrijving staan, dus check zeker uit. En dan vind ik het wel weer genoeg voor deze video, jongens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog. En nee, jongens, later mensen.